Lari, Usama Lari. Ik hoorde van de speaker dat hij een fluwelen rechterbeen heeft. Rechtervoet, moet ik zeggen. Nou, dat gaan we zien. Komt-ie. Net naast. En over. Komt de bal. Voor. En een doelpunt. Misverstand daar. Doelpunt van Paulina. Jordi Paulina. Nu DVS weg. Vanaf de linkerkant. Stef Nijland. Ja! Oh! Nou. Dus toch wel werkelijk een behoorlijke kans. Overtreding Hercules. Vrije trap DVS. Zo, dat is een lekkere poging. Wie? Hercules. Prachtig schot zeg. Knijter. Die gaat maar net naast en over. Wederom, goed samenspel DVS. Drie hoekjes, allemaal dik voor elkaar. Maar nu nog dat doelpunt. Oh, zo belangrijk. Adriaan Kruisheer, heerlijk, wat een actie. Hensbal. En een vrije trap op een mooie plek. Een of ander boogje moeten verzinnen, of er net langs. Komt hij, Stef Nijland. En, oeh, jammer. En het rustsignaal. DVS met een 0-1 achterstand hier in Utrecht tegen Hercules. Goeie paas, Maarten van Dijk. Maarten van Dijk. Laag, hard, schot. Zet de bal daarvoor. Lars Huber kan hem oppikken. Nicky van Hilte. Schot. En op de lat. Kunnen we er ook nog bij hebben. Kopbal pakt er niet heel lekker uit van Nicky van Hilte. Hij mag zich nu herstellen. Ja, toch weer balbezit. Von Viel. Lari. Ja hoor. Het lijkt beslist. Toch dat gouden rechterpootje van hem. Stef Nijland oogt zeer teleurgesteld. Wat een verschil met de tweede helft van het vorige seizoen. Salasiwa. Komt ie. Nou, Joram Bakker, goede poging. En daar volgt het eindsignaal van de scheidsrechter. DVS 33. Wederom 3 punten verloren. Betekent 10 verliespunten. 4 wedstrijden gespeeld. 2 punten. Ze zullen aan het werk moeten blijven. Patrick Loenen en zijn mannen.